Oké. Goedemorgen, Harry en Mark. Goedemorgen. Van IJsbaan Almelo. Toch nog open gekregen? Ja, gelukkig. Ja, gelukkig wel. Ja, zag er misschien even niet uit, begin van de week, maar allemaal goed gekomen. Hoor niet. Dus we hebben het meeste sneeuw met mankracht, omdat we ongeveer 3,5 tot 4 centimeter ijs hadden. Dan kun je er alleen wel overheen lopen. We hebben het sneeuw er afgehaald. Ja, en dan op die manier kun je nog weer krijgen dat het ijs begint aan te groeien. Want ik moet 7,5 centimeter minimaal hebben. Liefst 8 om het publiek erop te kunnen laten. Dat komt door de ondergrond? Nee, dat heeft niks met de ondergrond te maken. Dat heeft gewoon met de dikte van het ijs te maken. Hoe dat hier zit ongeveer op het diepste punt 50 centimeter water op. Hier aan de zijkant 20 tot 30 centimeter. Ja, en dat ijs moet gewoon aangroeien. Maar van de week begon het te sneeuwen. En als je sneeuw erop krijgt, dat is net als een deken. Dat begint te isoleren en dan krijg je geen ijsaangroei meer. Dus dan moet je zo snel mogelijk zien te proberen om de sneeuw eraf te krijgen. En de wind is nadelig. Je kunt het zien, er ligt nog een wak. Ja, dat, windwak, een windwak. Ja. Dus, daar is gebeurd omdat er een machine even doorgezakt is. Nee, en dan gaat hij niet weer dicht. Zou je een half uur de wind weg hebben, dan vriest hij dicht. En dan is hij over een paar uur, zit er ook 4 centimeter op. Over een paar uur? Ja, omdat het water zo koud is. En de stichting heeft natuurlijk het bestuur, waar ik dan een onderdeel van uitmaak. En een groot aantal vrijwilligers. En dus elk jaar weer even spannend bij elkaar te komen om de baan weer klaar te maken. Is dit in historie, is dit nog van de graaf? De grond is van de graaf, die wordt gepacht van de graaf. Ja, dat klopt. Ik heb een verhaal gehoord dat de graaf per se wou dat hier een schaatsbaan kwam. Klopt dat? Ja, dat klopt. Omdat de graaf vroeger de baan in de Gravenallee had. En hij wou het publiek uit de Gravenallee hebben. En daarom heeft hij meegewerkt toen de ijsbaan het oosten, wat aan de andere kant door de woningbouw opgeslokt werd, is deze fusie tot stand gekomen tussen de ijsbaan Twente en de ijsbaan het oosten. En daar hebben we stichting IJsbaan Almelo van gemaakt. En het is zo, het clubgebouw staat op de grond van de gemeente en de baan is op het grond van de graaf. Dus op die manier is dat ontstaan en daarom die medewerking. Maar nog steeds voor een laag bedrag, neem ik aan. Wij kunnen onder ons mee leven in ieder geval. Dus we hoeven niet te bedelen om een lager bedrag? Nee, op dit moment niet. En als we dan één keer in de zoveel tijd ijs hebben, dan komt het allemaal goed.